Vergroting van de bewustwording onder de Surinaamse jeugd over de voordelen van de CARICOM Single Market and Economy, CSME, is van cruciaal belang. Tijdens het CARICOM werkbezoek van CARICOM jeugdofficier Aranza Swedo en CARICOM jeugdambassadeur Matthijs Samuels aan het CARICOM Youth Ambassadors Program werd benadrukt dat de jeugd van CARICOM lidstaten via CSME toegang hebben tot een uitgebreidere arbeidsmarkt en meer kansen op werkgelegenheid. In verschillende conferenties werd ingezoomd om de implementatie hiervan onder de Surinaamse jeugd te bewerkstelligen. Samen mochten de verschillende jeugdambassadeurs brainstormen over diverse vraagstukken waarmee de jeugdigen in hun land te kampen hebben en hoe die te verbeteren. Beter begrijpen van de voordelen van CSME kan de vaardigheden versterken en het concurrentievermogen van jongeren op de wereldmarkt vergroten. CSME helpt ook bij het opbouwen van een gevoel van regionale identiteit en solidariteit onder de jeugd. Na dit CARICOM-bezoek is het de bedoeling dat het CARICOM Jeugdambassadeursprogramma van Suriname verder projecten zal uitvoeren om deze doelen te bereiken.